Voor de meeste mensen blijft het slechts een droom. Je kinderen en je vrouw oppakken en 5 jaar om de wereld gaan reizen. Edo Ankum heeft het gedaan, hij heeft er een boek over geschreven... en hij gaat zo meteen bij ons aan tafel vertellen hoe dat nou was. Er staat een wereldbol hier. Ergens. Pak hem eens erbij. Ja. We gaan namelijk zo meteen een quiz met je doen. Oh. Zet hem even lekker rustig neer. Hier precies op de hoek. Ja. Hoe lang, wat is nou het langste dat jij weg bent geweest? Ook wel eens 1,5 maand of wat nog iets langer, denk ik zelfs. Soms voor reizen, hè, voor BNN. Ja. Dan ging je BNN het work in Australië doen. En dan was het goedkoper om alles gewoon... Dan vloog je één keer naar Australië en nam je alles op. Mm. Ook wel eens met de backpack, gewoon een 1,5 maand of zo. Gewoon een beetje door Thailand. Toen Thailand nog niet zo verschrikkelijk toeristisch was. Ja. Want dan praat je toch alweer over 15, 20 jaar geleden. En deed je dat met vrienden of deed je dat alleen? Alleen. En één keer met wat nu mijn vrouw is. Wat diegene die nu mijn vrouw is. Ja, want ik vond het ook wel heel lekker hoor, in je uppie. Dan ben je vrij om te gaan staan waar je wil. En dan kun je ook gewoon hele rare beslissingen maken. En bij wijze van spreken gewoon iets zien en stoppen en zeggen, hier blijf ik. Ja, precies. Dus dat vond ik erg prettig. Heel goed. Ja. Je gaat Expeditie Robinson presenteren. En daar hebben wij een fragment van voorheen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Dat fragment gaan we zo bekijken, heb ik net begrepen. Nou, dat is want goed. Onze gast komt aan tafel. Dat is reuze gezellig. Hey. Edo, goedemiddag. Leuk dat je er bent. Ga lekker zitten. Ja. Weet je wat zo grappig is? Ik ga iets heel brutaals tegen je zeggen, maar je bent een wereldreiziger. En als ik jou zie, dan vind ik jou niet een standaard wereldreiziger. Hoe zou een standaard wereldreiziger eruit zien? Ja, dat weet ik ook niet. Zo van, alsof je achterkomt. Ik ben heel netjes. Een baard. Waar nog een zeekrap in zit. Maar, Je kan ook op een nette manier de wereld rond. Ja, dat blijkt. Ja, dat kan. 5 jaar lang. Ja. Met vrouw en kinderen. Die kinderen waren heel jong. 6 weken was de jongste. Ja. En 1,5, de oudste. Wat een lef, hè? Ja, als je je goed voorbereidt, dan krijg je zelfvertrouwen. Ja. We zijn er jaren mee bezig geweest. Dus, het is niet zoiets van, nou, weet je wat, let's do it. Nee, veel mensen denken natuurlijk van, oh, die hebben op een achternamiddag hebben ze bedacht dat het nu anders moest. Maar dat bedenk je 7 jaar van tevoren in ons geval. Ja, exact. En dan ben je heel lang bezig. En niet alleen aan het sparen, maar ook aan, aan de zeevaartschool geweest. Ja. En naar ziekenhuizen om stages te lopen. De zeevaartschool, want jij vaart er met je voer nog niet, of wel? Nou, een beetje zeilen, maar dat is natuurlijk anders dan de echte verantwoordelijkheid en de wereld tegemoet. Ja. Ah, het was dus meer een droom die je ooit hebt gehad, dat je dacht van ik ben niet zo blij in het leven en ik ga maar varen. Nee, de droom. De droom, dat is het. En we hadden allebei een goede baan en dachten eigenlijk van nou, eens zien of dat nou echt het leukste was, die baan. Ja. Ja. En misschien is Nederland ook wel niet het allerleukste land van de wereld. En kunnen we eens kijken wat er nog elders achter de horizon ligt. Ja, en toen heb je bedacht, ik ga om Afrika heen varen. Kan je een beetje aangeven, het is misschien een beetje lastig met die bol. Ja, de wereldbol is wel handig eigenlijk. Afrika ligt voor je. Waar ben je geweest? We zijn eerst door de Middellandse Zee helemaal gegaan, natuurlijk naar het oosten. Hebben toen een rondje gemaakt door de Zwarte Zee. Ja. Een uitstapje. En dat was eigenlijk het moment waarop we moesten beslissen. Zouden we helemaal naar het Cariep gaan en dan naar de Stille Zuidzee? Of zullen we toch maar die dagtochtjes maken door de Rode Zee naar beneden? En dan om die piraten heen daar bij Somalië. Ja, want dat dit is gewoon link. Daar hadden wij het even over. Ruim eromheen. En dan langs die hele kust naar beneden, naar beneden, naar beneden. Op een gegeven moment zijn we een uitstapje naar Seychelles gedaan. Hmm. En toen vandaar naar Madagaskar. En langs de West-Madagaskar kust. Overgestoken naar Mozambique. Ja. En langzaam verder naar Kaapstad. En Kaapstad zijn Joanne en de kinderen van boord gegaan. Ja. Voor teruggevlogen naar Nederland om vast aan een andere toekomst te werken. En ik ben als een haas in 1 stuk, non-stop, helemaal over de Atlantische Oceaan, 9000 mijl, naar Amsterdam gegaan. Zonder stopjes. Zonder één stopjes. Zo, dat is ook mooi wat. En hier, zeg maar, in de buurt van het Ethiopisch-Somalië gedeelte, hier bedoel ik eigenlijk meer. Vaar je dan ook met samengeknepen billen, omdat je al die verhalen van die piraten, dat is piraten. Spannend. Ja. Piraten waren er toen ook. Dat is natuurlijk 5 jaar geleden. Toen waren ze nog niet iets, of toen waren ze minder actief dan nu, helemaal recent. Maar ook toen was dat natuurlijk een risico wat we in moesten schatten. En je moet je realiseren dat natuurlijk ook met malaria, ook met walvissen die je tegenkomen, drijvende containers, de gevaren zijn er. Die kan je niet helemaal ontlopen. Want dat brengt Afrika natuurlijk een beetje met zich mee. Ja. Wat dat betreft is Europa wat veiliger, maar natuurlijk niet avontuurlijk. Minder avontuurlijk. Ja. Had jij iets met Afrika, Edo? Nee. Nee? Nee. Heeft dan de doorslag gegeven om daar naartoe te gaan? De dagtochtjes. De dagtochtjes. Als je vanuit de Zwarte Zee naar Gibraltar wil,
dan moet je door. Omdat ja. het seizoen je doorduwen naar de Canarische eilanden. En dan moet je door de oversteek Atlantische Oceaan. Ja. Ja. En de Cariben zagen niet zo zitten. Dus dachten, dan moeten we door naar de Stille Zuidzee. Ja. En dat was 6000 mijl in een paar maanden. Tjonge, en daar hadden we met die jonge kinderen nog niet veel zin in. Nee, dat snap ik. Dus we dachten, we gaan gewoon rustig in dagtochtjes de Rode Zee af. En dan, dan zien we wel. Ja. Dan zien we wel verder. Kan altijd nog Thailand worden of Maleisië of zo. Ja. Maar Kaapstad lonkte. Ja, goed. Mooi. Je hebt het prachtige boek geschreven. Dankjewel. Ligt het al in de winkels? Het ligt in de winkels. Het gaat heel goed. Ik zeg, koop het, lees het. En volgens mij ga ik je dan weer bedanken voor je komst. Nou, dat gaat snel, maar blijf nog even lekker zitten. Ja, is goed. Okay. Graag gedaan. Dankjewel. Nou, hè? Ja. Edo ging toch maar eventjes plassen. Hij moest heel nodig weg. ja, niks natuurlijk. Is ons vreemd natuurlijk. We hebben het net over Take Me Out gehad. Expeditie.